Ja, kijk dan, dit zijn gewoon de trekken en velden van het kanon. Dit is zo fucking vet, jongens. Gaaf. Kijk eens aan de zin. Hier moet meestal wel typen voor ergens staan. Of hier. Goedemorgen, Jim. Goedemorgen, mensen. We hebben er zoveel zin in. We gaan schaatsen. Gaan we schaatsen vandaag? Ja, Jim, schaatsen. Ja. En wat gaan we er doen dan? Bij de ijskabaan. Oh ja. Bij je thuiswedstrijd. Kijk eens hoe mooi het is. Het is een heerlijk wintersdagje. Mooi bevroren beekje. Kijk eens, dat is de crossbaan. Mooi, hè? We hebben vandaag iets heel bijzonders voor jullie in petto. Ja. We hebben iets verzonnen. En daar gaan we nu naartoe rijden. Heb jij een weermelding voor ons, Nick? Het is vandaag koud. Hoe koud? Zo koud. Kijk, we gaan hier om het hek heen. Waarom doen ze dan zo duur hekje maken? Kunnen ze toch maar lopen? Ja, en waarom heeft de politie dan zo... Kijk, Bami. Oh, lekker. We zijn hier bij het prachtige Noordzeekanaal. En we zijn vandaag bij de vetste locatie ooit. De verlaten schapenweide. Ja. Kijk eens. We gaan kijken of we ze met een magneet kunnen vangen. Vandaag zijn we ja, kijk, de schapenweide. Ja. Deze is verstijfd. Ja, van angst. Pak hem, pak hem. Kom hier. Oppassen voor de schapen. Ze zijn heel giftig als ze je bijten. Ben je in één peet dood. Ik ga er naartoe. Oh. Schapen. Dat zijn van nature echte marathonrenners. Ze zijn niet snel, maar ze houden het urenlang vol. Ze kunnen zich ook goed camoufleren. Dan maken ze hun wol groen en weg zijn ze. Kijk dan. Oh, daar. Zo, ze gaan wel snel trouwens. Ja, wij kunnen niet zo snel rennen, jongens. Ze zitten al een kilometer verderop nu. Weg, geef Freek Vonk. Doei, schaapjes. Hoi, wat zijn ze snel. Kom, we gaan een broodje dunner halen. Ja. We zijn nu bij Fort Velsen trouwens. Die zie je daar ook. Bekend van TV en nieuws dat hij gekraakt is. Dus wij gaan eens kijken wat er te beleven valt. Misschien mogen we wel naar binnen. Dat is een unieke urbex, want er is echt nog nooit iemand binnen geweest of gefilmd. Echt? Dus misschien zijn ze zo vriendelijk om ons binnen te laten. Nou, ik heb gehoord dat wij toestemming hebben gekregen. Van wie? Van mij! Oh, nou dan kunnen we erin. Lief, hè? We zijn nu bij de loods van Fort Velsen. Kijk dan! Die is nog in originele staat. Dit was de oude loods waar alle spullen lagen opgeslagen van het fort. Het hek zit op slot. Dus Nick heeft een speciale manier gevonden om voorbij het hek te komen. Hoe doe je dat toch altijd, Nick? Gelukkig is het wel goed beveiligd. De beveiliging is... Ik laat de wensen open. Ik voel me net al best wel tegen, man. Ook op slot. Zo, dan gaan we toch weer omheen. Ga jij er omheen, dan kan je de camera aanpakken, Nick. Zo. Kijk, dat is hoe een echte marinier het doet. Elektricien. Dan gaan we eens kijken in het fort. Er is echt al lang niemand geweest, in ieder geval. Oh, er hangt een mooi schedel van oud metaal. Oh. Ah, wat leuk gemaakt. Ik vind het echt mooi. We zijn om 6 uur ons nest uitgegaan om hier om 7:30 te kunnen zijn. Ja. Nou, we kregen dus even visite. Hij wilde wel graag dat de camera meteen uitging. Dus die hebben we even uitgedaan. Hij vroeg wat we kwamen doen, omdat hij zegt hier te wonen. Nou, echt? Natuurlijk die krakers. Maar dat geeft niet. We hebben gezegd dat we graag het fort even willen filmen. En dat is geen enkel probleem. Dus we hebben nu toestemming van de soorteigenaar. Hoe je het noemen wil. Om even rond te kijken. Nou, gaan we doen. Kan je het bij je... Funny people. Echt? Yo, wat is dat dan? Oh, misschien kunnen we bij de Chinezen wat bestellen. Hey, jij bent hiervan. Ik zit in het hele gebouw zonder stroom. Kan jij wat vertellen hierover voor de mensen thuis? Ja, dit is dus de watermeter. Echt? Als je heel veel water gebruikt, dan vullen die dopjes zich langzaam. En als alle dopjes vol zitten, dan moet je even stoppen met water gebruiken. Anders gaat de kraan dicht. Echt? Kan je niet gewoon die kabeltjes losknippen dan? Nee, het zijn waterleidingjes. Ieder dopje heeft zijn eigen waterleiding. Oké, dat wist ik niet. Nou, dankjewel voor die wijze les. Goeiedag jongens, wat leuk dat jullie hier zijn. Dag.
Welkom, dit is mijn garage. Oh? Ik vervoer hier met oude karretjes, oude zadels en zweepjes. En dan zou je denken, hij rijdt van spaard. Nee. Ik temp tamme eenden. Nick! Ik wil het bijna niet vragen eigenlijk. Mag ik een stukje met jou rijden? Nou, Nick! Een stap op. Ik pak het zweepje erbij. En... hotchick! Waar gaan we naartoe? Naar huis. Wow, kijk eens wat Jim vindt. Nou, dit is wel heel bijzonder, denk ik. Wauw. Wel een echt minuutskistje. Kijk, hier een leren bandje erop. Mooie sluiting. Dit is echt een hele mooie staat. Wat zie ik? Kijk op de onderkant. Zo, dat ziet hij snel. Ja. Kogels. Dit was voor een mitrailleur. Er zat zo'n hele band in, zeker? Ja. Maar best wel, zie je, hele dunne punt. Een raar onderkant. Gaaf. Maar het kistje ken ik echt niet. Heel gaaf. Nou, zetten we voorzichtig terug. Nick heeft weer een reclame of een bordje gevonden. En jullie gaan... Hij kan het beter zelf zeggen. Jullie raden nooit, maar hierop staat... Jullie kunnen hier ook raden. Wat staat erop? Dit is weer te gek. Dit moet nooit iemand... Dit is de gekste ooit. Niks. Echt? Niks. Marcel. Ik denk dat er ook Polen zijn die dit gekraakt hebben. Wat dan? Nou, er zijn hele pellets met gips. Ja. Natuurlijk alle stukken. Je kan alles verbouwen voor de hobby. Natuurlijk gaan we ook even een stukje detecten. En ik heb een nieuwe detector. Kijk. Ik zal hem even starten. Is dat nieuw? Is dat met turbo? Nou, het doet het ook op accu. Het is gaaf, ouwe. Oh, daar liggen. Ja, wat ligt er dan? Ik denk een gouden ketting. Oh, nee joh. Ja, ja, even een schep zoeken, dan kunnen we het zo opgraven. Wat is dit allemaal voor zo, joh? Ja, er liggen wel heel veel bellen, hè? Ja. Wel zonde. Ik snap nog niet, als je dit kraakt, je wil een mooie maken. Oh, kijk, hier is de geschutskoepel. Weet je het niet even opnemen? Wat is hier? Kijk, kijk, hier staat het. Kijk eens wat hier staat. Buskruid. Ja, jammer dat die... Buskruid. Kijk, jongens. De deur is open, toch? Bus? Nee, of er zitten bussen in alleen. Ja, misschien was het wel een bushalte. Nou, hier is niks. Alleen heel veel rommel. Was het een kegels van plastic? Maar kijk, hier is het kanon. Of één van de drie kanonnen die er nog is. Deerlijk. Van Ford. Ja, kijk dan. Oeh, wat is dat dan doen? Draai eraan. Dit is best wel leuk. Eigenlijk zijn er niet zo heel veel foto's van dit Ford bekend. En ook niet zoveel filmpjes. Eigenlijk nul. Oh. Oeh, die zit los. Rustig, Nick, rustig. Hij zit heel erg los. Nee, joh, gewoon omhoog. Wij zijn ook in die watertoren omhoog gegaan, ouwe. Pik, de trap is los van boven. Hij is geroest. Hij is los. Ja, maar wat moet hij? Tegen een muurtje vallen? Hij kan toch niet verder vallen dan dat? We zitten nu in het 15 centimeter geschut van... Kijk hier! Wow! Dat is te lopen, hè? Maar dan moet die lading hier zijn. Maar dan moet je even kijken hoe je kunt lopen. Kijk eens hierboven, misschien kunnen we nog wel... Oh, we kunnen gewoon hier op het trappetje. Opstaan. Wow, kijk, hier is de lading! Ja, kijk, dan, dit zijn gewoon de trekken en velden van het kanon. Dit is zo fucking vet, jongens. Gaaf. Kijk eens aan de zin. Hier moet meestal wel typen of ergens staan. Of hier. Fried Krupp 1902. Hij zei, dus het kanon is uit 1902, gemaakt door Krupp staal. Kijk, dat is 100... En kijk hier. 17 jaar geleden. En dit is het nummer. 067. Oh, wat is dit gaaf. Kijk aan hier. Trek in de velden zie je er helemaal in, ja. Ja, ja. Dit is mooi, hoor. En kijk dan. Dit is toch wel heel bijzonder om te zien. Ik kan niet eerder anders zeggen. Ja? Ja, ja met de... een handvat ernaast. Met ja, een met een schuifluik, ik zeg hier. Met een luikje, die konden ze ook op slot zetten met die haak en anders konden ze hem dicht. Kijk, en dan kon je zo de omgeving in de gaten houden. Oh, kijk. Dit zijn de gradenbogen. Oh, wat bijzonder is dit, ouwe. Lastig filmen anders. Kijk, ik denk dat er ook een soort lift, liftsysteempje was. Om het kanon te draaien. Ik weet niet wat dat voor dingen zijn, maar ik denk dat daar de granaten in naar boven kwamen. Ik denk dat kwamen. Daar de kogels, zeg maar, de munitie mee naar boven kwam. Kon je hem zo omhoog draaien.
Er stond er één iemand, die stond hier, zo. Die konden we dikke pakken, zo, ja. Aangeven, die werden geladen. Er stond er iemand aan de andere kant aan de ding te draaien voor de juiste graden en dan schieten. Kijk. En dan zeiden ze zo. Daar lopen ze! Wat zeiden ze dan? Wat zeiden ze? Ja, als ik mijn hand erbij doe. Dan pas zie je hoe mega groot dit het is. Dit is zo ontiegelijk groot. Film eens naar die kant. Of, Kijk, ja. Hier gaat het kanon erin. Hier, kijk, dan zie je daar zo'n schoepenratje. Kijk nou hoe fucking dik. Ja, ik vind het super bijzonder. Maar voor mij is dit een van de enige twee of drie van die kroepkanonnen die er nog is. Ik ben er al op. En Nick gaat voordoen hoe ik erop ben geklommen. Wat doe je er goed, Nick? Ja, het is wel gladjes hoor. Dit is de enige manier om erop te komen. Ja, kijk daar, daar staat hij, hè? Wow! Het is superkanon. Daar stonden we dus net binnen. Toen keken we door de loop te trekken in de velden en toen zag je dit. En nu staan we hier al. Kijk, hier kan je ook de trek in de velden nog eens zien. Kort lopen, hè? Ja. Hier, kijk dan. De buitentoiletten natuurlijk. Ja. Dus hoe zet je dan je te kakken? Zet je in een blote hol zo? Ja. En dan pakten ze hun iPhone 10. En zeiden ze, Brian, er komt iemand. En die gaan schieten dan. Maar zit er onder die steen? Ja, die wil het weten ook. En deze kant al goed zien, kijk. Ja? Urbex locatie, de verloren wc. Ja. Hallo, hallo. Hey, Brian. Ja, wat komen jullie doen? Wat we komen doen, vraag je? Ja. Nou, we willen graag naar binnen, mag dat? Jo. Beter man, dank je. Kijk eens. Heet dat Hitler? Nee, dat is Charlie Chaplin. Nee joh, dat is een beeld van Hitler, ouwe. Hier, er staat nog een origineel beeld uit de oorlog van Adolf Hitler. Met een bolhoed. Tender! Vuur! Ik hoop dat het te zien is. Ja, moet je wat dichtbij houden. Ja. Kijk, onder de kooklaag zit de heilige schrift. Ja, en dat is hartstikke oud. En of het, ik kan nog niet lezen wat er staat. Zo. Nou, we zijn nog een keer bij het kanon te verwonderen. Het is echt heel... Ja! Ja. Opeens is Brian. Hoe kom jij nou weer vandaan? Ik zit al heel dat ik 18 jaar ben. Ja, we zijn donker. We hebben Brian helemaal nog niet gezien. Bedankt voor de rondleiding. Ik heb er niks te zeggen vandaag. Kan jij het vertalen, Brian, wat hier staat? Kijk, hier staat... Mama bakt geen pannenkoeken als kind lief zich niet gedraagt. Echt? Dus wow. Een kindje. Ah, wist dat. Maar Jan die Thomas. Doet hij het nog? Ja. Wel vet hoor. Ik heb nou wat aan een ding zitten, jongen, moet je kijken. Nee joh. Hier. Kijk. Wat heb Brian gevangen? Oh mijn god. Brian, oh, dat kan toch niet, ouwe? Een zeemijn is het toch? Een zeemijn. Niet normaal. Helemaal gek. Wat een ding. Hoe vet is dit? En groot, die is zomaar na de oorlog. Dan kon een schip maar zinken. Op deze prachtlocatie zijn wil ik meteen wat kleine dingetjes zeggen. Het is een beetje standaard, maar check onze Facebook en Insta, want daar houden we dus op de hoogte. Ik post net al dingen in het verhaal over dit, dus dan heb je al... voorproefjes, weet je. Yo. Niet voor niks. Daarnaast hebben we bijna 50.000 abonnees. 50.000! Volgende week gaan we de winactie van de Hulse bekendmaken en een nieuwe winactie aankondigen. Dus dat is volgende week. Verder wil ik zeggen, abonneer voor meer natuurlijk. Zet het belletje aan, want hoe eerder we die 50.000 hebben, des te gekkere dingen we kunnen doen. Voor jullie. Abonneren doen we hier. Daar, rode knopje. Daar, daar en daar en daar en daar. Overal. Ja. Verder wil ik nog zeggen, geef even duimpjes omhoog als je dit nou een leuke video vond. Van Fort Velsen, bekend van het Krakersnieuws nu. Dat is, kom op, dat is een locatie waar iedereen wil. Ondanks dat we nog niet gemagneet of gedetecteerd hebben vandaag. We hebben een prachtdag. We hebben een prachtdag. In de link staan toch nog wat beschrijvingen. www.watsdutchmd.nl voor de magneten. Ik bedoel, we bewijzen dat ze goed zijn. En check even de link voor de metaaldetectors. Dat zou leuk zijn. Van Kooistra. Van Kooistra, klik erop.